Voor het eerst doet Caroline van der Plas met haar partij Boer-Burgerbeweging mee aan de verkiezingen. En ik praat met haar naar aanleiding van de drie stellingen over de standpunten van haar partij. Welkom, Caroline. Dankjewel, Esther. Hoe voelt dat nu als politica en lijsttrekker? We komen van heel ver. Hè. We zijn from scratch vanaf het begin eigenlijk begonnen met opbouwen. En als je nou ziet richting de verkiezingen dat je toch wel succesvol aan het worden bent. Veel mensen komen bij de stemwijzer uit op BBB. Krijgen daar ook heel erg veel reacties op. Mensen die ons eerst niet kenden, maar toch meer van ons willen weten. Heel verrast zijn over onze standpunten. Blijf verrast dan. Gisteren de eerste keer de zendtijd Politieke Partijen. Dat is nog tot en met half maart op de NPO-zenders. Dan denk je toch wel van trots en ook wel overtuigd van dat wij één of meer zetels gaan halen. We gaan dit gesprek voeren aan de hand van drie stellingen. We starten met de eerste stelling. Moet de landbouw drastisch hervormd worden? Onze landbouw in Nederland, het land- en tuinbouw, staat al op een ontzettend hoog niveau. Over de hele wereld komen ze naar Nederland om te kijken hoe wij op deze kleine postzegel zo efficiënt en vooral zo duurzaam hoogwaardig voedsel en bloemen kunnen produceren. Dus wat dat betreft, nee, daar hoeft de landbouw niet voor hervormd te worden. Wat natuurlijk altijd kan, maar dat zie je in de agrarische sector natuurlijk al decennia gebeuren, is dat je wel kan kijken hoe je nog duurzamer kan werken. Mensen hebben het steeds over duurzame landbouw. Wij willen als we in de Tweede Kamer zitten ook af van het woord duurzaam. Als het woord al gebruikt wordt, willen we alleen nog maar dat het woord in combinatie met de landbouw alleen nog maar nog duurzamer wordt gebruikt. Want duurzaam, de landbouw moet duurzaam worden, dat suggereert dat het nu niet is. En dat is het natuurlijk wel. Mm-hmm. Wat moet er wat jou betreft dan nog duurzamer worden? Nou ja, je kan altijd met innovatieve technieken je uitstoot bijvoorbeeld verminderen. Je hebt duurzaam op het gebied van milieu, je hebt duurzaam op het gebied van dierenwelzijn. Wat wij wel vinden is als het nog duurzamer gewerkt moet worden en het wordt vanuit de overheid opgelegd, willen wij dat als er al nieuwe wet en regelgeving komt, dat er de hogere kostprijs voor de boer of tuinder, dat die gegarandeerd is doorgerekend in de prijs van het product. En anders zullen wij nooit met een nieuwe wet of regel akkoord gaan, want de afgelopen decennia is er zo'n bak vol met regels over de agrarische sector heen gestort. Mm-hmm. Zonder dat daar rekening is gehouden met het verhogen van de kostprijs. En die opbrengstprijs die blijft natuurlijk steeds laag. Mm-hmm. En daar moeten wij van af. We moeten ervoor zorgen dat boeren gewoon wel kunnen blijven ondernemen. Ja, dus verdienvermogen moet verbeterd worden. Ja. Door doorberekening van die extra duurzaamheidsinvesteringen in de kostprijs. Ja. En dan niet via een vleestaks, dat zeg ik er uitdrukkelijk bij. Er gaan nu al stemmen op om een vleestaks te doen. En er wordt dan wel een beetje gezegd van, ja, en dan zorgen we ook dat de boer een betere prijs krijgt. Maar als je een vleestaks gaat heffen, dan gaat dat al heel snel in de hoek van sigaretten en alcohol. Weet je, een accijns, want het is een ongezond product. En daar moeten we wel voor waken. En ik wil ook echt wel de belangenbehartigers oproepen om dat wel goed in gedachten te houden. Dat voordat je het weet, zit je in die hoek van een onveilig product waar je... Waar accijns op gegeven moeten worden. Ja, dus als er al iets komt zeg maar voor de prijs voor de boer, moet dat uit de keten worden betaald. Dus betekent dat ook dan dat het ons voedsel duurder gaat worden? Nou, kijk, als de ketenpartijen daaraan meebetalen, dan hoeft dat niet per se. Ik vind ook dat er te makkelijk wordt geroepen, ja, de prijs van het voedsel moet maar omhoog. Ik bedoel, dat klinkt sympathiek, hè? Maar er is natuurlijk een hele grote groep Nederlanders wat echt veel moeite heeft om elke dag gewoon eten op tafel te zetten. En ik vind dat je ook met die groep rekening moet houden. In de keten wordt heel veel geld verdiend. En wij vinden dat vanuit de ketenpartijen en de supermarkten ook, dat daar eigenlijk een fonds moet komen, dat zij daar geld in storten en dat het daaruit betaald wordt. Vind je dat we ook toe moeten naar een emissieloze veehouderij? Kijk, iedereen die leeft, zorgt, iedereen is verantwoordelijk voor die emissie. Consumptie door mensen is per definitie uitstoot van iets.
Dus waar we moeten dat denk ik veel breder bekijken. Ik vind persoonlijk ook dat zeg maar consumptie, maar dus in de hele brede zin van het woord, dus ook alle lifjes en lafjes en prularia die je bij de, nou ja, ik zal geen keten noemen, maar bij winkelketens koopt, die helemaal niet nodig zijn. Dus ik vind dat die consumptiemaatschappij, dat die wel wat minder mag worden. Weet je, we hoeven ook niet 3 keer per jaar op vakantie of op vrijdag naar Barcelona voor een tientje en op zaterdagavond weer terugkomen. Dat is helemaal niet nodig. Dus we moeten gewoon in een breder aspect kijken naar hoe onze consumptie zit. Dan zal emissies zullen sowieso lager worden. En de agrarische sector maakt daar, net als elke sector, maakt daar gewoon onderdeel van uit. Dus het is niet alleen de agrarische sector moet emissieloos of moet minder uitstoten. We moeten gewoon met z'n allen kijken hoe we ons consumptiegedrag toch wat kunnen matigen. Gaan we naar de tweede stelling. De inrichting van het platteland moet anders. De inrichting van het platteland moet in die zin anders dat datacenters en distributiecentra en industrieën en de grote blokkendozen die op dit moment als paddenstoelen uit de grond schieten op het platteland, dat moet inderdaad anders. Ja, groen wordt in moordentempo ingeruild voor grijs en dat gaat in zo'n hoog tempo dat we over 20, 30 jaar dat onze kinderen gaan afvragen wat hebben jullie met ons platteland gedaan? Dus als dat de stelling is, dan zeg ik ja, de inrichting van het platteland moet anders. Vind je dat er ook veel meer regie gevoerd moet gaan worden? Ja, wij stellen in ons verkiezingsprogramma voor, wij willen een langjarig plattelandsbeleid. Dat beleid moet gemaakt worden met inspraak en instemming van een representatieve groep burgers, Nederlanders. De agrarische sector, de luchtvaart, de industrie, de bouw, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties. Daar moet inderdaad regie op komen en daar moet een langjarige visie voor komen van wie krijgt welke ruimte in Nederland. Want dat is eigenlijk waar het om gaat, de hele stikstofdiscussie. Mm. We zitten in een enorm gevecht om de ruimte. Mm. En dat kan je niet leiden met elke 4 jaar weer nieuw beleid. Hè? En met elke 4 jaar weer een nieuw kabinet, nieuwe mensen in de Tweede Kamer. Daar moet een langjarig plan op komen. En als het aan ons ligt, als wij in de Tweede Kamer zitten, als het aan ons ligt, is dat een van de eerste dingen die gaat gebeuren. En dat we ook zeggen, weet je, pas op de plaats maken nu en zo snel mogelijk met die langjarige visie komen. De gebiedsgerichte processen, die worden nu ook in gang gezet, ook vanuit de stikstofwet. Ja. Is dat ook al een vorm zoals jij die ook beschrijft? Nou ja, kijk, wat wij willen is, is nogmaals dat een landelijk overkoepelend beleid is met alle organisaties en sectoren die daarmee te maken hebben. Dat is wat volgens ons nu een beetje mist, want iedereen is, wat we in de afgelopen jaren zien, iedereen is ook in provincies, zijn allemaal dingen aan het doen. En dat wordt gewoon, een slordige. Jij verwacht niet veel goeds van de gebiedsgerichte processen zoals die nu opgezet gaan worden en in gang gezet gaan worden. Ja, nou ja, niet veel goeds. Want daar zit ook, er wordt ook gekeken naar hoeveel woningbouw, hoeveel landschap, hoeveel natuur, hoeveel inderdaad landbouw. Ja, maar zitten al die sectoren daarin? En praat iedereen daarover mee? Weet je, wij willen ook dat het van onderop komt, hè? Dus dat de mensen bijvoorbeeld die op het platteland wonen, daar ook gewoon genoeg inspraak in krijgen. En dat het niet een beleid is wat opgelegd wordt door een overheid, hè? Of door een ambtelijke organisatie die gaat kijken wat goed is voor ons land. Dat is wat wij eigenlijk bedoelen met het plattelandsbeleid waarin al die sectoren vertegenwoordigd zijn. En dat ook iedereen, kijk, uiteraard, ook in dat proces zullen sectoren en mensen en organisaties water bij de wijn moeten doen. Dat kan niet anders. Maar je komt wel tot een gedragen, vanuit de bevolking gedragen plan. En dan ook meerjarig, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Ook ondernemers. En niet alleen agrarische ondernemers, ook ondernemers buiten de agrarische sector. Die weten dan waar ze aan toe zijn. En dan kan je weer voor 20, 30, misschien 40 jaar ondernemen. Hè? En dan kan je kinderen ook weer een toekomst geven voor het overnemen van een bedrijf. Want dan weet je dat er gewoon een gedragen plan ligt wat over meerdere jaren zich uitspreidt. Oké, helder. Gaan we naar de laatste stelling.
Minder vee in Nederland is de toekomst. Ja, mensen denken altijd minder vee, oké, en dan poef, is alles opgelost. opgelost. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Voor ons is verkleining van de veestapel is niet per se nodig. Wat nodig is, is dat wij op een duurzamere manier, nog duurzamere manier, kunnen produceren. Mm-hmm. Nogmaals, Nederlandse en zeker de Nederlandse veehouderij staat in hoog aanzien. Die werkt al heel efficiënt, heel schoon. Is ontzettend veel kennis in die veehouderijsector, hoe je het nog beter kan doen. En daar moet inzet op gepleegd worden. En daar moet geld naartoe, naar innovatieve systemen, naar nieuwe innovaties die komen. Mm-hmm. Daar zit veel meer winst dan dat je zegt van, zet maar een knip in die veestapel en dan is het opgelost. Hoe is jouw verhouding met niet-vinnend, vee-minnend Nederland? Nou ja, daar maak ik me wel echt zorgen over. Er is eigenlijk een hetze gaande en in de verkiezingscampagne zie ik dat die opgevoerd wordt. En ik maak me daar... Hetze tegen jou persoonlijk? Of ja, het wordt wel echt persoonlijk gemaakt. Mm-hmm. Ook tegen de partij, maar goed, dat vind ik wat anders dan tegen een persoon. Er zijn veel activisten, dierenactivisten, actief op sociale media. Mm-hmm. En ik kan heel veel van mij afschuiven, maar op dit moment zijn er wel dingen gaande die mij persoonlijk raken. Er is bijvoorbeeld nu net sinds vandaag of sinds gisteren is er een URL, een websiteadres. Als je die intikt, die heet carolinevandeplas.nl. Die verwijst direct door naar Animal Rights. Nou, we kennen de mensen bij Animal Rights, niet iedereen, maar er zitten wel een aantal activisten tussen die ook gewoon veroordeeld zijn voor strafbare feiten, die ook geweld niet schuwen, die inbreken in stallen. En nu ze zo'n website hebben gemaakt met carolinevandeplas.nl, dan raakt het mij persoonlijk. En het raakt ook mijn privéomgeving, mijn mm-hmm. privéleven. Voel je je onveilig? Ik voel me wel echt geïntimideerd en echt wel bedreigd hierdoor. Ik word persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor wat zij noemen de moord op vele miljoenen dieren. Dus er zijn mensen die zien mij als een moordenaar, hè, door die hetze eigenlijk. Er hoeft er maar één gek tussen te zitten. Die denkt, die Caroline van der Plas, die zal ik eens even een kopje kleiner maken. Eén is er maar nodig. Hè? We mm-hmm. hebben het met Pim Fortuyn mm-hmm. ook gezien. Mm-hmm. Het demoniseren van één persoon, mm-hmm. dat kan leiden tot gewoon excessief geweld. En ik heb vandaag ook een melding gedaan bij de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme Veiligheid. Ik heb gezegd dat ik me daar heel erg zorgen over maak. Dat ik mij in mijn persoonlijke levenssfeer wel bedreigd voel. En dat ik eigenlijk wel wil dat zij actie ondernemen. En ze hebben mij geadviseerd om aangifte te doen bij de politie. Maar ik kijk inmiddels wel over mijn schouder. En kijk, ik ben lijsttrekker van een politieke partij. We hoeven het allemaal helemaal niet met elkaar eens te zijn. Maar het is wel echt schandalig dat je als politicus je gewoon niet veilig voelt in Nederland. En dat hebben we in het verleden ook gezien, mm-hmm. dat politici bedreigd werden door boeren. Althans werd gezegd dat het door boeren was. Ook dat, weet je, dat moet gewoon niet gebeuren. Met activisten ook, met dierenactivisten ook. Het is... Heel veel mensen zijn misschien extreem, wat ik dan extreem in hun gedachten vind, maar wel op een goede manier zeg maar de discussie kunnen ingaan. Maar er zitten mensen die misschien ook een beetje onder water ook zitten, die daar toch misschien toch wel nare dingen gaan doen. Ja, ik vind het wel ernstig. Andere meningen hebben is prima, maar intimideren... Ja, en ik ben bang voor die ene gek die daartussen zit. En we weten allemaal vanuit de historie dat zo'n gek er gewoon tussen loopt. Die lopen die gewoon, die zitten in deze maatschappij. Ja. En dat vind ik gewoon zorgelijk. Dank je, Caroline. Ja. Voor dit gesprek. Dank je wel. En succes Dank met je. Campagne. Dank je wel. Dit was Nieuwe Oogst TV Verkiezingen met Caroline van der Plas. Zij is lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op nieuweoogst.nl/verkiezingen... of download onze app in de App Store. Bedankt voor het kijken.